Solar Team Eindhoven heeft gisteren tijdens de World Solar Challenge in Australië met de auto Stella de Cruiser-klasse gewonnen. En dat is een nieuwe categorie voor gezinsauto's die op zonne-energie rijden. Bij deze wedstrijd ging het niet alleen om snelheid, maar vooral ook om onderdelen die straks kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling voor gezinsauto's van de toekomst. Bij ons in de studio Elena Lomonova, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven en namens de universiteit bij dit project betrokken. Van harte welkom Elena. We hebben afgesproken je en jij te zeggen. Dank u wel. Allereerst natuurlijk proficiat. Gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie. Hoe kan het nou toch dat Nederland zo goed is in het bouwen van zonne-energieauto's? Ik denk het is een enorm enthousiasme van 22 studenten, meisjes en jongens van verschillende faculteiten. Het is de faculteit van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, informatica. 6 faculteiten in totaal. En dit is niet alleen enthousiasme van de studenten, maar ook een speciaal soort van opleiding. Omdat meestal van de studenten zitten en betrokken worden bij de honorsprogramma. Het is een bijzondere programma bij de Technische Universiteit van Eindhoven. De slimste studenten kunnen in parallel tweede programma volgen. En het programma kan brengen extra kennis van de studenten. Maar 22 studenten bij elkaar, het is ook team, ploeg. En zij kunnen verschillende aspecten van de kennis van werktuigbouwkunde, van elektro, van informatica. Dus die samen... kennis eigenlijk, we zijn er gewoon heel goed en we weten er heel veel van. Ja, de bron van de succes is, is zeker kennis. Okay. En ondersteunen van de bedrijven. Oké, laten we even kijken, want het team van de Technische Universiteit Eindhoven die zit nog in Australië. En vanwege het tijdsverschil spraken we vanmiddag al met operations manager André Snoek. En we vroegen hem hoe dat ze deze afgelopen week beleefd hebben. Ja, de laatste week was echt een ongelofelijke week. We zaten echt in de flow. Het begon eigenlijk bij de kwalificatie vorige week zaterdag, waar we met 's werelds eerste gezinsauto op zonne-energie aan de start stonden. En eigenlijk de snelste tijd wegzetten van alle cruiserklasse teams. En dat was natuurlijk een geweldige start. En zondag mochten we als eerste vertrekken vanuit Darwin. Er staat daar 40 teams en er staat maar één auto op pole position en dat is Stella. Ja, en dat is natuurlijk een geweldig begin. Dat hebben we heel erg vol kunnen houden. De derde dag hebben we zelfs een paar uur 120 km per uur kunnen rijden met de gezinsauto op zonne-energie. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en je kan je voorstellen dat je dan de sfeer die in dat team heerst, als je dan 's avonds op de camping komt, dat is echt een heel mooie, bijna al overwinningssfeer. Maar goed, een aantal dagen later merkten we ook dat je nooit te vroeg moet juichen. Want de vijfde dag hadden we wat slechter weer. En toen, onze grootste concurrent is een Duits team. En die vertrokken die dag met 80 gemiddeld. En wij dachten van, wat gebeurt hier? Dit kunnen we niet bijhouden. Maar gelukkig bleek op de zesde dag dat zij dan in de batterij hadden leeggereden. Dus dat was weer opluchting. Kwamen we over de finish, stonden we eigenlijk al voor in punten. Dus dat geeft een heel goed gevoel. Ja, leuk. Je hoort al het enthousiasme in ieder geval. Dat is in ieder geval aanwezig. Hij gaf het natuurlijk al aan, de eerste in de nieuwe klasse, de cruiser, de gezinsauto's. Dan wordt er niet alleen naar snelheid gekeken. Waar wordt nog meer op gelet? Niet alleen snelheid, inderdaad. Hoeveel passagiers, hoeveel mensen zitten in de auto. Hoeveel keer moeten wij opladen, of zij moeten opladen, de auto. Het is meestal de kwestie van de strategie. Nou ja, als je dus als eerste over de finish gaat, dan wil dat dus nog niet zeggen dat je dan ook gewonnen hebt. Het was wachten op het juryrapport. 2 dagen lang. Laten we even kijken naar de reactie van André Snoek en zijn team. Dat was zo'n spanning in het team dat zich langzaam opbouwde. En dan een uur voor de uur voor de awardceremonie gingen we pizza eten. Nou, ik heb geen pizza op zien gaan. Er lagen allemaal nog halve pizza's over. Zo zenuwachtig. En dan, ik weet nog gisteren die ontlading dat dan werd omgeroepen. Dat wij echt de winnaar waren van de cruiserklasse. Ja, dat is zo'n ontlading, zo mooi. The overall winner of the inaugural Michelin cruiser class was first time entrant Eindhoven. De ontlading enorm. Hadden jullie verwacht dat jullie gingen winnen?
Het was, voor ons het was duidelijk van het eerste moment dat Eindhoven moet winnen. Moest winnen gewoon. Ja. Oké, okay, nou en straks, straks is het de bedoeling dat met Stella, de auto, zeg maar langs scholen wordt gegaan om daar wat meer uitleg over te geven. Wat willen jullie daarmee bereiken? Een soort scholentour? Het is een nieuwe generatie van auto. Het is een elektrische auto met alle aspecten van motoren, van de vermogenselektronica, met zonnepanelen. Het nieuwste van het nieuwste. Ja, het nieuwste. En dan willen jullie dus de scholieren als het ware enthousiasmeren om daar ook verder mee aan absoluut de gang te gaan? Absoluut, zeker. Tijdens de open dagen bij de universiteit, elke activiteit wat betreft automotive is zo leuk van de meisjes en jongens. Het is zo attractief. En in combinatie met eerste plaats in het wereld, in de competitie, het is de beste. Het beste van het beste. Beste maar van even de als beste. Laatste dan, en kort. Wanneer denk je dan dat iedereen in zo'n auto rijdt? Hoeveel jaar gaat dat nog duren? Ja, het is de kwestie of dat is tot nu is het nog steeds duur, maar dat is de toekomst. Van dat is het doel. Voor de hybride en de elektro. Denk ik in de komende 10, 20 jaar. Het is, Wachten we daarop. Dankjewel, Elena, voor je komst.